Jouw huis is gezellig, warm en licht. Veilig ook. De buren komen je eten niet stelen. Je vader hoeft niet voor zijn baas te gaan vechten. En jij hoeft niet te werken tot je je school hebt afgemaakt. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je geen ridder meer kunt worden of kasteelvrouw. Dat je niet met je handen mag eten en wel 2 keer per dag je tanden moet poetsen. Dat was vroeger wel anders. Een kasteel is veel meer dan een heel groot huis. Er wonen soms wel 50 mensen. Niet omdat het goedkoop was of voor de gezelligheid, maar omdat ze zich met z'n allen dan goed konden verdedigen. Om belangrijk gevonden te worden, moest je wel een kasteel hebben. En als je niet zoveel geld had, bouwde je eerst de woontoren, de donjon en later pas de rest. De kasteelheren leerden natuurlijk steeds nieuwe dingen. Zo vonden ze uit dat een vierkant kasteel makkelijker te verdedigen is dan een rond kasteel. Ronden zijn makkelijker om te maken, maar je kunt niet om een bocht kijken en wel om een hoekje. Later bouwden ze torens op de hoeken die ietsjes naar buiten geplaatst waren. Dan was het uitzicht nog beter. Het kasteel moest voor de vijand zo moeilijk mogelijk in te pikken zijn. Hoe hoger de muren, des te moeilijker om er overheen te klimmen, zelfs met de speciaal daarvoor gemaakte evenhoog. En hoe dikker, des te moeilijker je er doorheen kwam met pijlen of zelfs zware slingerkogels uit de blijden. Door de smalle schietgaten kon je makkelijk van binnen naar buiten schieten, maar andersom was dat bijna niet te doen. Er was ook maar 1 ingang. En die werd met de schotbalk nog eens extra beveiligd. Daarachter was ook vaak nog een valhek. Zodra de vijand op de binnenplaats stond, liet de kasteelheer dat vallen en zaten ze als ratten in de val. Als er vijandelijke legertjes kwamen, trok iedereen zich terug op het beschermde kasteelterrein. Als de soldaten er niet in konden, belegerden ze het kasteel. Ze gingen gewoon buiten zitten wachten tot er binnen geen eten en drinken meer was. Dat uithongeren werkte wel, maar het kon soms erg lang duren. Op de zolders van het kasteel lag altijd genoeg eten om het een paar weken uit te houden. En om de vijand voor de gek te houden, lieten ze tot het laatste moment 1 varken in leven. Als ze dan buiten dat varken hoorden, dachten ze dat er binnen nog meer dan genoeg te eten was. De soldaten waren vaak gewoon een handjevol boeren. Ze hadden niet zoveel geduld. Als de belegering te lang ging duren, zeker als de oogst van het land moest worden gehaald, gingen ze gewoon naar huis. In de oorlogen van toen droegen de ridders eerst maliënkolders, waarin je je goed kon bewegen. Maar er kwamen steeds betere wapens en pijlen die door de ringetjes heen konden. Door het latere harnas kwam je niet heen.
Maar die ijzeren platen zaten niet echt lekker. En je kreeg het vreselijk warm. Een geharnaste ridder werd een soort levende tank. Die kon ook niet zelf op zijn paard klimmen. De kasteelheer, meestal een ridder, was de baas van het hele kasteel en van iedereen die op zijn grond rond het kasteel woonde. Die grond was belangrijk, want bij je baan als ridder hoorde namelijk geen salaris. En de grond kon uitgeleend worden aan boeren die daarvoor betaalden met een deel van de oogst en soms ook herediensten. Ridders hadden veel geld nodig voor de gevechten. Als je won, verdiende je wel wat terug door het kasteel van de ander te plunderen. Maar ja, dat was lang niet altijd het geval. Als ridder moest je trouwens wel goed voor je mensen zorgen. En soms ook rechter zijn als er ruzie was. Misdadigers werden opgesloten in het kasteel. Je woonde in een kasteel dus lekker hoog en droog. Maar temperatuur en licht waren afhankelijk van het weer. Er was niet veel licht, want de ramen waren klein, vensterglas bestond nog niet en kaarsen waren duur. Dus 's zomers was het benauwd en 's winters ijskoud. De schouw, die vaak ook fornuis en oven was, moest bijvoorbeeld de hele ridderzaal verwarmen. Als je met je gezicht naar het vuur zat, werd je rug koud en omgekeerd. Daarom had je ook speciale omkeerbanken. Er werd zo dicht mogelijk bij het vuur geslapen. Als ze al een bed hadden, sliep de familie van de ridder daarin. De bedienden sliepen in het stro op de grond. Er waren niet veel meubels in de eerste kastelen. Stoelen waren er ook niet voor iedereen. Kinderen stonden aan tafel. Er was bijna geen bestek en glazen waren nog niet uitgevonden. Oh. De jonkvrouw was de baas over het huishouden. Dat was een drukke baan. Alleen al om te kunnen eten moest er vreselijk veel georganiseerd worden in en rond het kasteel. Brood bakken, jagen, groenten verbouwen, eten koken, hout hakken. Bij het koken ging alles in één grote pot die helemaal leeggegeten werd, want eten bewaren zonder ijskast was moeilijk. Alleen gerookte worst bleef wel even goed. Zeker de adel gebruikte veel kruiden in het eten. Dat maakte het lekkerder, mooi van kleur en je kon ermee laten zien dat je rijk was. Er waren geen badkamers en in de allereerste kastelen ook geen wc's. De eerste wc's werden secreet of gemak genoemd. Dat waren een soort huisjes tegen de muur met een gat dat in de gracht uitkwam. Soms haalden ze uit diezelfde gracht ook water voor dagelijks gebruik. Je stond op als het licht werd en ging naar bed als het donker werd. Maar ondanks dat zat je je wel eens te vervelen in het kasteel. Er was geen televisie, er waren geen boeken. En er waren ook nog geen scholen. Overdag werd er wel gesport. Voetbal was in de middeleeuwen al zeer populair. Het verhaal gaat dat men, voordat de bal bestond, voetbalde met het hoofd van de overwonnen vijand. En ook waren er wel eens toernooien en valkenjachten. Maar 's avonds was er niet veel te doen.
des te groter was het feest als de minstreel langskwam. Die kwam niet zo vaak, want hij ging lopend van het ene kasteel naar het andere. Maar sanste, want er waren nog geen goede spiegels. Veel kastelen zijn afgebroken of afgebrand, maar er zijn er nog genoeg over om te bekijken. En over 500 jaar lopen er misschien kinderen in jouw huis te kijken en te lachen om hoe jij leefde.